Hey, super tof dat je kijkt naar een splinter nieuwe livestream. We gaan vandaag een mooi ritje maken van Wenen naar Eindhoven, Nederland. En we rijden naar de Jumbo in Eindhoven. We hebben geen Cooltrail of zo bij ons. We hebben gewoon een vrachtje met nieuwe auto's bij ons. Waarom? Naar de Jumbo. Geen idee, vonden we leuk. En dat is wat we gaan doen. Dus ik kan er wel een heel mooi verhaal van maken, maar dat ga ik helemaal niet doen. We zijn vandaag met z'n drieën, Danny, ik en Kelly. Andere jongens die hebben allemaal andere verplichtingen. Dus het is lekker rustig, jongens. Het is gewoon waarschijnlijk heel snel gedaan. Omdat we met z'n drieën rijden, hebben we niet te veel oponthoud en dat soort dingen. Er staat er één hier in zijn achteruit. Erg vervelend hoor ik. Maar dat horen jullie nog niet. Ik zal Discord even aanzetten ook. Goedenavond, jongens. Yo, hallo. lekker rustig met z'n drieën. Maar blijf hangen, joh. Oh nee. Vieren. Ja, Orlando rijdt wel mee. Nee. Oh, nee, dat zeg ik tussen drieën. Ja, Orlando zit er wel bij, maar hij rijdt niet mee. Ga je niet mee? Live beeld, jongens. Hoppatee, kijk eens even, daar zijn we. Nou, ik zei al, het zal wel snel gedaan zijn met z'n drieën. Dus eens even kijken hoor. Verre, ja, de volgende keer zal ik erbij zijn. Ja, dat is goed, Verre. Dutch Games is er weer. Verre, hey. Hallo, nou leuk dat jullie er zijn. Het zijn drie kijkers op dit moment. Het is natuurlijk maandag, dus het zal allemaal wel wat minder zijn. Maar ik zou zeggen, gassenkel. Nee, Danny voorop. Ik heb. Dat vond ik helemaal niks. Dat doe jij achteraan rijden? Nou, maar maakt niet uit, rij maar. Als wij op onze kant gaan, dan. Heb je het gezien? Ja, hij ziet nu alles. Dat is niet moeilijk in de hand, toch niet met twee personen? Linksaf. Nou, hij stijgt in één keer van 3 naar 7, joh. Doe allemaal even duimpje omhoog. Ja, dat ben ik al aan het doen, maar dat zie je niet. Nee, ik zie dat inderdaad niet. Gerda Lisman, goedenavond. Ik had het al gedaan. Ik ben er ook. Goedenavond, Mos. Goedenavond. Henk Beens, hey boys, zet hem op. Ja, komt goed, Henk. Ik kan niet wachten totdat hij weer een keer meerijdt. Hij heeft speciaal chips voor je. Nee, Sultana, we hadden geen chips. Ik heb wel chips, maar ik heb er niet zoveel zin. Wat is er? Doe dat ik eens even remmen. Maar, even kijken. Even remmen. Danny. Boots aan. Het is vandaag erg rustig, jongens. Met z'n drieën zijn we onderweg. Remmen. Bons. Ronald, hey, Lampie. Ja, Schengen onderging. Ah, rustig aan Henk, joh, je weet het. Dat is op het gemakje. Het was eigenlijk mooier geweest als we bij de Lidl hier gingen laaien. Wat zegt hij nou? Dan moest je één keer hebben. Ja, ik zie hem ook nou zitten. Ik had hem trouwens al gezien. Lampenkappie. Maar ik stond met de Obi, dus dat was makkelijkst. Even kalm aan met de knie, zeg Henk. Ja, dat begrijp ik. Daar heb ik ook last van. En maar doorgaan. Fijn stilletje erin en door. Dat is niet goed, hè? Oh, Scania valt ooit. Mijn Nokia. Vol van. Heb je gesafe edit? Nee, ik heb niet gesafe edit. Dat heeft Ronald voor mij gedaan. Ah, oh, dat is ook waar. Dat is altijd ik. Ja, we moeten een beetje leren. Normaal we zo, doe ik dat. We moeten hier zo meteen rechtsaf. Ja, niet hier meteen, maar zo daarna. Ja, meestal doe ik dat 7 net nodig, Frit. Ronald doet het bij jou. Ik vind dat bij jou. Ronald, die kent dat toch niet? 7 net wel. Ja, echt wel. Waarom? Ja, als het maar voor snelheid is, joh. Dan komt dit wel. Wat hè? Als het maar? Voor snelheden is, dan komt dit wel. Oh. Maar
Voor het trainen niet. Ja. Om te zorgen dat er een Hier wil ik graag. Een lightbar, dat er dus licht op je vrachtwagen staan via CBT, ja, dat kan er nog niet. Dan moet je hier nou weer rennen dan. Hier weer hij kan zo op fok. Ja. Gechiptuned bij Ronald. Bij Kees. Ja, joh, Ronald aan de chiptuning? Ja, jongen. Had ik niet van hem verwacht. Niet? Ik ook niet. Ronald kan chiptunen. Voor hem alles, joh. Nou, ik heb het natuurlijk ook gedaan. En toen in de tijd. En ik vond het nog wel een vrij lastige handeling, moet ik eerlijk toegeven. Als je het niet weet. Wat draai jij dan, Leroy? Volvo? Ja, Henk, ik heb een lekker Volvootje bij me. Ah ja, kan je. Is fijne auto hoor, Henk. Zou je ook eens moeten doen. Henk, kijk eens door zijn raam naar buiten. Ik heb de reserveonderdeel al bij. Vieze gekken. Ja, bloedserieuze man. Jij hebt toch mijn onderdelen bij? Zeker. Oh, daar hebben we wel veel voor je nodig, Kelly. Hey, je rijdt zelf ook Scania, hè? Oh ja, dat zijn alvast mijn schaalmodellen. Die komen met mijn glazen kassenstoorn. Overloper, zegt Henk. Nee, Henk, dat zie je verkeerd. Nou. Kijk, ik moest mijn Scania afstaan aan jou, anders moest jij in een Volvo rijden. Dus ja, het is maar net wat je wil. Zeg het maar. Nou ja, ik weet niet hoor. Zat hij niet heel stil, Henk? Ik vind, wat zei je tegen je vader? Dat hij heel stil staat. Florian Scholten, ik rij in ETS 2 ook alleen Volvo. Heerlijke truc om mee te rijden. Ja, ik vind ook geen verkeerde auto hoor. Hey, dus. Danny. Ja? De haast. Ik rij 90. Ja, dan moet je dat wel zeggen, ik rijd 82. Oh. Lampie. Ja, jullie zijn lekker aan het praten. Ja. Ik zet hem maar even op 100. Je mag hier maar 80, hè? Ja, leuk. Ik heb hem op 97. Om bij te komen. Zoveel als Leroy op zijn telefoon kijkt, is die reserve onderdelen wel nodig. Ronald zeker? Nee, Henk. Oh. Lando zijn vader. Henk, vraag wat je zei, Lando. Dat hij een beetje veel stil zit, omdat hij thuis zit. Je kan niet weg met zijn knie. Zou hij mee dan niet gewoon zijn vrachtwagen gaan leren? Ik probeer het voor je te ontcijferen, Henk, maar het lukt me ook niet. Dat je veel thuis zit met je knie. Ja. Dat je beter zijn vrachtwagen kunt nemen. Oh, dat ik beter Henk zijn wagen mee kon nemen. Dan moet je wel 90 blijven rijden, hè? Heeft hij weer remd. Oh, ik ga te snel. Bam, rem erop. Dat denk ik. Ik zat even... Oh, ik kom op Discord. Ik kom op Discord. Pas op, jongens. Huh? Ik zie pas in iemand erbij komen bij de chauffeurs die online komt. Maar Henk. Ja, zie je? Hey Henkie. Hey Henk. Microfoon doet alleen niet. Dan hoor je hem zo meteen in één keer. Ja, godverdomme. Henk? Ja. Henk. Ja. Henk, zijn microfoon heeft ook ATV dagen. ATV dagen, wat een gek. Henk, haal de verpakking er even af. Henk. Ja. Ja, let's go. Ik ben benieuwd of iemand nog even die sound effects gaat uitproberen eigenlijk. Oh ja. Ah, het ging niet helemaal goed, zeg Henk. Nee, dat ook een. Daar meen je. Niet liggen, Leroy. Allee, joh. Jij bent niet aan het rijden, Lando, hè? Kun je zo'n sound effect uitproberen? Eentje? Ik ben lekker wel aan het rijden. Oh, wel, laat dat maar hangen.
hij wou weer niet met ons, hè? Nee. Is dat weer zo ver? Wat? Ja. Hij wil niet met ons rijden. Dat is een ontspanningsritje, is dit. Ja, dit is wel een ontspannen ritje, jongens. Hoe hard gaan we? 90. Nou, ik ga maar. Ik rij 110, hoor. Dus ik vind het wel best. Dat wispelturig gedoe, dan rijd ik 90 en dan klap ik bijna achterin en dan moet ik 110 rijden. Ik hoor Henk heel zachtjes, heel ver weg. Henk? Oh, sorry, links. Henk? Moet je dat in? Heel zachtjes, Henk. Heel zachtjes. Waar staan die? Henk? Ja. Ja. Ja? Ja, maar dan moet ik YouTube uitzetten, want anders gaat het niet. Ja, dan word je gekker, dan hoor je echo. Ja, maar dat gaat dus niet lukken. Want als ik de stream kijk, dan kan ik op mijn telefoon niet praten. Oh, ja, dat zou kunnen, ja. Ja, maar kijk je de stream ook op je telefoon? Ja. Ja, dan gaat dat niet. Nee, beide wil niet. Rechtsaf hier. Lera, je moet daar uitroepteken voor zetten? Nee. Lekker betuits, Danny. Ja, ik zat te kijken hoe die lijnen liepen, man. En hier weer, even kijken. Ook kruis. Wat zeg je, Henk? Ik zeg dat die reserveonderdelen moeten wel gebruikt worden voor jou. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Dan moeten we even afwachten. Ja, daarom zegt Danny het totaal. Nog 800 kilometer, dus zal vast wat nodig hebben straks. Wat kan er nog misgaan? Ja, nog veel. Wat zeg je? Dat hij weg is. Oh. Denk ik. Ja, hij is inderdaad weg, ja. Nee. Cornelius. Cornelius. Ze doen het niet, jongens. Ze doen niks. Nee? Ga wel toch iets anders proberen. Of hoor je het zelf wel? Ik niet. Nee, zonder uitroepteken. Dit is mijn net dat het er mijn dingen was, man. Nee, ze pakken hem niet. Maar, kan jij eens lol tikken? Misschien is het alleen moderators of zo, misschien, ja. Dan moet ik dat even aanpassen. Ik kan het ook zelf doen. Moet ik even mijn telefoon pakken. Ja, wacht even. Ik ben bezig. Wat er wordt getypt, maar ik denk niet dat hij het doet. Ik denk het ook niet, nee. Want ik heb gewoon zonder uitroepteken lol erin gezet. Ja, ik zie het. Normaal gesproken, als je dat tik, zou je dit moeten horen. Wow. Ja, jullie horen dat niet. Nee, niet. Nee. We allemaal in spanning luisteren. Ja, ik wou net zeggen, gaan we luisteren. Ja, ik maak het niet. Ik wist dat we niet horen. Mooi je stream maar kijken, dan hoor je het wel. Dat doe ik. Dat kan niet. Dat dus. Oh, ja. Machte! Maar hij doet het dus niet, dus er is iets niet helemaal jovol. En zo heb ik nog meer van die dingen. Wat zit erin? Hij snapt het niet. Ah, het is wel lekker ontspannen zo, jongens. Lekker, hè? Nou, aan de ene kant ook weer niet. Zo. Hè? Zo. Lekker. Ah, het is zo rustig, joh. Het is een maandag ritje. Nee, ik erin niet meer in. Mijn motor is kapot, godverdomme. Spice it up a little bit. Wat zei je? Mijn motor is kapot. Oh, dat is merkbaar. Ho! Hoe ga ik dat nou doen? Ja, opeten. Ja, / fix.
Ik zie het probleem niet. Ja, dan wil hij hier stilstaan. Ik kan eronder draaien, Y/fix. Nou, het is Danny. Als er een wiel onder staat, kan dit niet. Kijk uit op, pik. Ja, ik zie rechts. Kijk in mijn spiegels. Die heeft hij tenminste. Waarom doet hij dan niet? Heb je hoofdletters? Kleine letters moet je gebruiken. Schuine streep fix. Schuine streep. Je moet de eerste keer weten, de eerste keer. Maar dat doet hij niet. De eerste keer. Dat kan niet, moet. Heb je jouw scherm op de navigatie staan of op jouw schade? Nee, dat wil ook nog wel. Navigatie. Nou, dan moet je gast, je wordt gewoon stilstaan, je drukt op Y, schuine streep, fix. Oh. En dan staat er in het blauw, your vehicle has been fixed. Ja. Hoe dan? Als je Y opent en je doet slash, zie je dan wel een schuine streep of een rechte streep? Ik zie helemaal niks. Ja, dan moet je toetsenbord aansluiten. Heb ik, maar hoe dan? Druk eens op de Griekse ei, wat gebeurt er dan? Niks. Zit je niet in single player dan? Nee. Dus op F11? Nou, dat maakt niet uit, want dat heb ik nu uit. Of F1, oh sorry, F1. F1 denk ik, ja. En dan Griekse ei? F9. Ja, wat? Proberen. F1. Ja, F9 moet hij drukken. F9. En dan komt dat zwarte balkje omhoog, die chatbalk. Ik zie niks. Druk eens op Y. Ja, doe ik. En ja, wat gebeurt er dan? Zit ik in de menu. Welke menu? Ja, gewoon in mijn afsluit of wat dan ook menu. Nou, even opnieuw opstarten denk ik maar. Voor jou. Nou ja. Er klopt helemaal niks van wat je zegt. Nou. Ja, nou, maar... je mag kijken hoor. Als je me niet gelooft. Ja, als jij... Ja, ik geloof je wel, maar er is waarschijnlijk een paar knoppen ingedrukt en dan klopt het weer niet. What the fuck? Ah. Slash. Ah. X. Joep. Ja? Ja. Wat ik deed, wat ik me verkeerd gedaan, ik weet het niet, maar hij doet het weer. Oké. Wat is beter? Ga ze erop. Ja, jij? Nee, hij. Oh, hij. Is hij dan ik? Nee, jij. Ik vind het echt jammer, jongen, dat die... Ik kijk even gauw. Naar die soundfiles. Ik vind het niet leuk. Oh, die rust staat nog zo. Ali? Nee, oké. Oh ja, de app is weer... De app is weer voorbij, hoor, Kedim. Ja, heb ik lang gezien. Nou, wow. Ik... Dat is leuk van na de stream. Ik kan zo gauw even niet ontdekken. Ik kan er niet op reageren. Ik ook niet. Nou ja, op de app. Ben ik bezig. Op de app is weer aan het zien. Geen aandacht gegeven. Ik heb er mee 40 ritten staan, jongen. Zeg maar dat jullie weer bij zijn. Ik moet even uitrekenen hoeveel ik in totaal had heb. Ja, dan van... Bij 32 ritten, bij 30 ritten stond ik op 30.000 dat ik uitgerekend had. Dat is veel. Ik heb hier, wat is dat joh? Zijn dat vogels of zo? Die zwarte dingen in de lucht. Rare vogels joh. Zwarte dingen in de lucht. Zie je iemand vliegen ofzo? Zie je vrachtwagen voorbij vliegen? Ja, ik denk het. Ik denk dat ik zit te kijken, om me heen, maar... Ja, ik zie ze nou ook niet meer, net even. Je ziet ze gewoon vliegen, jij. Kijk de stream aan terug. Ja. Ik weet niet wat... Benji. Ik weet niet wat er in die Sina zit, man. Nee, dat is toch niet normaal? Zet je hem op 90? Ja. Heb ik al. Ja, maar je voor mij niet. Jawel. Net niet leuk.
Ja, het zijn vogels, zegt Florian. Ja, rare vogels, jong. Wie is meer veel? Oh ja. Ja, rare dingen, jong. Heb ik nog een vogelsound effect? Nee. Wees. Ronald, zit jij nog te kijken? Ronald. Oh joh, ik schrik er gewoon van. 5, 3, +5, 1, 3, +1, 1, 0, +9, 1, 5. Hij reageert niet, dat zal wel niet. Plus 5, 1, 0, plus 1, 5, 0, plus... Ik heb nog 594 liter diesel, zal ik dat redden? Hoeveel? Jongens, Ronald is aan... Oh, wacht even, Ronald is aan het inloggen, hoor ik. Ronald probeert verbinding te maken met het internet. Even horen, hoor. Ronald? Hallo? Ronald? Ah, zeg al zeker Ronald. Ja, ik hoor het al. Hou maar op. Je moet touw voor hem. Nou, je moet de stream terugkijken, want het zijn mooie sound effectjes. Lachen, joh. Oh ja. Ik weet al, ik vind je dat even zeggen. Wat dan? Ja, die oude daar heb ik gevonden van morgen. Hey Bridget, die sound effects werken niet, hoor. Die commando's niet. Ah. Jammer. 8, 2, 8. 5, 2, 3. 5, 0, 8. 5, 5, 2. Ik heb voor het moment 43.000. 279 verdiend vandaag. Had ik beter allemaal zo ritjes gedaan, had ik wel 6000 gehad, Kelly. Als ik allemaal zo ritjes gedaan heb vanmorgen, had ik het zeker. Nee, Britt. Moest dat dan? Moest dat? Ja, wel. Paul Groenendal, avond allemaal. Goedenavond, jongen. Van gingen we nog wat te drinken pakken of zo? Ronald Keizers, dat is de KPN-tijd, Leroy. Ja. Dat heb ik ook niet gedaan, Brit. Ik dacht dat hij dan een aparte commando deed. Blijkbaar snap ik het niet. Dat is meerdere keren zo geweest, dat. Zenan, avond en bedankt voor de tip. Welke tip? Heb ik een tip uitgedeeld? Ja. Negeer het. Oh ja, ik weet het al wat ze bedoelen, ja. Graag gedaan, jongens. Graag gedaan. Maar ik vind het aardig rustig op de weg. Ja. Ja, hele dag, joh. Ik heb er ook ik heb de hele dag moeten werken en niemand hier. Bijna. Wat een stilte, joh. Wat een idee. Lekker relaxen te rijden. Ja. Shine on the game. Genieten van de omgeving. Nou, ik stuur even. Scania 2020, leuke sounds. Ja, dankjewel, jongen. Ik vond ze zelf ook wel geinig. Ik zit zelf in Rotterdam. Dus ja, ik heb dat weer een duimpje omlaag van Tilburg. Dankjewel, jongens, voor de support. En voor de zendtijd ook, vooral.
Weer 3 euro. Hey. Linkerbaan zo meteen. Op links en door. Hou. Dat is sarcastisch, ik heb anders gezien. Ik weet even niet waar dat op doelt, Bridget, eigenlijk. Ik ga hem te verlossen. Hij kan het niet lezen. Wacht, zometeen even bij een volgende parkeerplek gaan stoppen of zo. Zit even op mijn telefoon hoor, tegelijkertijd. Oh ja, oei, pas op jongens. Ja, dat is niet best. Je weet het. Kijk, ik... Zorgt altijd voor mooie beelden, toch? Ja, ik moet ook van alles tegelijk doen hier, hè. Ik heb 150.000 moderators, maar er is niemand die ingrijpt hier. Nou heb ik het zelf al gedaan. Ja, anti-schade def is de motivatie, jongen. Je weet het. En anders heb je altijd nog een slash fictie, zo. Hoppatee. Maar mis ik iets? Want ik zie... Ja, je mist iets. Maar je wil het ook niet weten, Kelly. Je bent de rest niet volgen. Nou, als je een beetje doordenkt, weet je wat het is. Je bent iets anders in de hand moeten doen. Termen... Thermolen, Thermomolen? Kom je eruit of niet? Nee, zijn naam is te moeilijk. Stefan Termolen. Ja? Dat is moeilijk of niet? Ja. Steve Termolen. Ja, dat is moeilijk. Je komt zo meteen mijn bochten aan. Oh ja. Die is bij ons. Ja, ik weet het zelf ook, tweet. Waarom vraag ik dat? Doordenken, maar allee, ik ben christelijk. Dat pak ik niet. Haha, weer bijna vangen, heel jammer, hè? Maakt niet. Paul, jullie kennen zelf ook met een locomotief naar Kirkenes. Oh, ja. Dat is één bak ellende, denk ik, als je daarheen gaat met zo'n ding. Denk je niet? Kan ik wel een keer doen, wel een keer lachen. Ja, misschien. Kerkenes, dat was een van de eerste keren, zat meteen vast. Maar dan wel op singleplay en dan kan ik nog een anti-schade mod gebruiken. Singleplayer heb je sowieso niet nodig. Hey. Ja, inderdaad, ja, singleplay heb je dat niet nodig, nee. Shit. Ja, maar dan moet je wel je boetes eens uitzetten en voor het lossen aan, hè? Ja, dat sowieso, ja. Scheelt je 500. Ja, dat weet ik. Dat je 500. Ik heb altijd mijn boete. Maar altijd, sorry, altijd. Sommige verkeerde toch. Ja. Multiplayer niet, een single player. Jawel, straks Bobby. Wel. Single player. Ja, op multiplayer is het sterven druk altijd daar, ja. Dat zal wel een lange stream worden, denk ik. Ah, joh. De voorkeur was het daarnaartoe 10 minuten, op die dingen zelf was 1,5 uur. Ja, dat was de eerste keer dat meer, denk ik, op de tweede keer. Hier heb je weer zo'n vogel, ik weet niet waar die uithangt, maar... Vogel? Ik zit hier in een tunnel. Ja, maar daarnet niet. Je hebt bijna geen brandstof meer, pik. Ik ook niet. Wie? Ik. Ik ook niet. Maar even tanken dan. Nee joh, nog 300... Daar ja, weet ik wat ik moet. Wel even tanken, ik kan op 365 kilometer rijden. Dat redden we net niet. Ik ook, en dan kan ik meteen naar de wc. Ik kan er eentje duwen dan, of niet?
ik moet nog eens kijken. Je hangt hem in de mijn. Nou joh, daar heb ik een krokodil eraan hangen. Hier, vliegtuig voor je, vliegtuig. Zie je die wel? Nee. Nee? Ja, dan hebben jullie een slechte PC, man. Anti-schademod, jong. Anti-crashmod. Die snap ik even niet hoor. Nee, joh, je hebt de graphicmod, man. Ik niet. Oh, ja, zo. Ja, anti-schademod, dacht dan. Hey, ik zie lekker bij u. Ik zie alles jee. Ah. Oké. Schademod, jong. Schademod, jong. Zo, ja, die... Ja, die dikke aap naast me heeft... Die lucht ik wel eens niet aan. Naar de snackbar. Nou, succes, wifey. Hey, Leroy. Ja. Ik zag net ook een vliegtuig. Ja, ik niet. Een passagier vliegtuig. Als je door de linkerraam naar buiten kijkt, heb je een luchthaven. Als je naar rechts kijkt, zie je links niks. Zeker, Ronald, heb je geprobeerd? Dan moet je tanken als je van huis weggaat, dan heb je dat probleem niet. Ja, dan moet je wel tijd hebben. Er is altijd tijd. Waarom blijf ik steeds inlopen op... Weet ik niet, voor mij die hangt gewoon op 90. Weet je het zeker dat je geen Volvo blok aan boord hebt? De man op 80, ik hou jullie gewoon bij. Adiumbo. Het is hier maar weer 80. Jeez. Ja, ik heb maar 85, want ik zit de kant op zijn poep. Ik heb mij laten vertellen dat hier rechts, dat is een hotel in de vorm van een boot. Dat zou zomaar kunnen. Heb ik mij eigen laten vertellen. Ik ben even weg. Ja, ajoe. Ajoe, jongen. Oeh. Ja, ga je lekker, pik? Ik ben een Leroytje aan het doen. Nee, Ronaldje is dat, hè? Nee, dit is een Leroytje. Even normaal, joh. Als ik er tegenaan had gezeten, was het Ronaldje. Bogu. Wa. Nou, die kan wel met 90 pakken deze hoor. Valt van mij ja. Als je nou rechtdoor rijdt, dan rij je zo de aankoopgarage in. Kan je ook tanken. Jongens, ik red het niet hoor. Ik heb nog 268 kilometer. Dan moet ik 4 kilometer duwen. Ja, daar ben ik bang voor, ja. Dan moet je hier de koppeling even intrappen. Scania 2020, mooie weg is dit. Ja, ik vind het een beetje snelweg eigenlijk saai altijd maar. Ja, ik was vergeten wat smal te zetten. We rijden altijd van. Ja, we houden sigaretten. Dat is veel mooier, joh. Maar ja, volgende keer weer. Ik heb ook bijna niks meer. Morgen weer anders. Mogen weer anders, zo is het ook. Er is een de lolligste thuis. Ja, ik niet hoor. Ik niet. Zal ik eens even kijken wat ik nog meer voor leuke dingetjes heb? I believe I can... Hoppa, lekker man. Zo'n goed voetbal, jongen. Jongens, we moeten echt tanken zo, hoor. Wat ga jij doen? Hè? Pico Bello BV. Ja, hoe harder je rijdt, hoe meer je verbruikt, hè? Ik rij gewoon koers 90, hoor. Ik ga niet... Maar 85. Ja, de koerscontrole stond helemaal niet aan, zag ik. Nee, net 80. Ja, da 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 da. Na 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 na.
Ik heb zo niet even tanken, jongens. 225 kilometer. Ik zit ook te wachten op een benzinepomp. Het zal erom hangen, hoor. Die paar kilometers die we nog motten. Ja, maar ik denk als je hem op 80 zet, dan is hij ook een stuk zuiniger, hè? Zullen we dat eens proberen? Ja. Zet hem eens op 80, want dan verbruikt hij wel minder. Kijk, nou heb ik 2,15 en 2,19. Ja, dat scheelt wel, hoor. Ja, dat scheelt wel. Heuvel af, moet je hem even in zijn neutraal zetten, hè? Nou, het scheelt helemaal niks. Even in zijn neutraal? Nee. Doet hij vanzelf, die Volvo. Kijk, hier doe je hem gewoon in zijn neutraal zetten. Kijk, dan zet ik hem in zijn neutraal. Oeh. Kijk hem aan, jong. Kijk hem aan. 100. Nee. Net niet. Net niet, nee. 98. Ik 97. 99. Oh. Of wil je heel hard terug op de cruise control? Gevalletje Ritardo. Ja, maar Ritardo die ging een beetje. Laat het een bord van een benzinepomp zijn. Oh. Oh, gas erop. Kutterdok. Twitch. Bijna. Nog een paar meter. En dan ga ik ook even gaan naar de play. Er is altijd iemand de lolligste thuis. De deur klinkt? Nee, ook niet. Ronald Keizers. En zeker chips? Nee, ook geen chips. Ik ook niet. Nee, helemaal niks. Alleen Fanta. Ik heb cola. Ik ga eraf. Ja, succes. Nou, als ik jou was, zou ik ook gaan, Leroy. Maar wil ik ook even. Ik denk dat ik het wel red, hoor. Ik kan nog 5 kilometer speling. Dan zet ik hem op 110 en dan red ik het. Plankas, handrem erop. En dan loop ik even gauw naar de wc. Nou, eerst auto weghalen, denk ik, of niet? Kan ook zo. Nou, ik wou zeggen, anders zet ik hem er wel naast, dat ken ook. Ik ga even gauw, hè. Ja, als je hem opschiet, je weet het. Lando, motor uit en dan verbruik je niks. Ja, dat is nog mooier, ja. Maar dan kom je ook niet verder, hè. Toch een abonneetje erbij ditmaal. Ik weet niet wie dat is, maar. Zo. We kunnen weer. Nou, let's go dan maar. Ik sta vooraan. Even kijken. Ik zag jou ergens rechts, ik hoop niet dat je in één keer naast me zit, want ik zie niks in het spiegel. Oh, daarbij. Ik was aan het zoeken in de spiegel. Dus je hebt ook chauffeurs die wel opletten. En daarom kijk ik in de spiegel. Ik hoor iemand zeggen in plaats van hé, we gaan rechts. Hoppakee. Gas erop. Even meer. Tank zit vol. Oh, je kan gewoon wat ga je dan? 85 denk ik. 80, toch? Ja, ik moet 80.
80. Ik hoor hem ook al de hele tijd roepen. Has geven. Volgende keer gewoon smalle wegen weer. Ja. Ho. Mijn staat hier nou weer op keul, joh. Vinger, joh, en nog wat. Ik was het zelf iets met vinger. Ik denk, ik ga er maar niet op in. De vinger nog wat. Lekker man. Even kijken, zo meteen rechts. Zet vinger to the haters. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja? Een ritje. Zou ik nog één effectie laten horen of niet? Nou, ja, doen we. Doen. Ja? Nou jongens, we gaan starten. Dus wil jij je knipperlicht gaan? Dat vraag ik mij eigenlijk af. Omdat ik een leroodje aan het doen was. Sorry. Dat moet je wel voor de bocht doen en niet in de bocht. Nee, of dan? Ben je op je telefoon bezig, Kelly? Ik denk het wel, ja, zo te zien. Ik was aan het kijken. Hij zit premium te kijken. Je kan ook volgen wat er allemaal gebeurt. Jongens, doe even allemaal duimpje omhoog. Oh, ben je ook een keer in de stream? Oh. Kaboom. Ja, nog een kijkertje erbij. Ah ja. Ah nee joh, ah joekie toch. Er komen allemaal reacties. Ik wil ook mee praten, hè. Wat voor reacties? Net. In het begin van de stream. Oh, ik dacht WhatsApp. WhatsApp, daar ga ik even niet meer naar kijken. WhatsApp? Ik ook niet, nee. Man. Zo, wat is dit dan, joh? Er loopt bij mij gewoon een rat over de snelweg heen hier. Was dat bij jullie ook? Nee. Oh? Nee, als je iets hebt, kun je hem niet hebben, nee. Als je bij jou droog hebt, inderdaad. Ga je gewoon een domme vraag stellen. We zijn niet allemaal zo slim als jij. Etter. Nee. Bij het zelf zeggen, ben blij. Wil ik het niet zijn. Etterbak. Ja, wel Etterbak die veel reed, hè. Hij gaat trouwens naar vast, hè. Je bent wel een soldaat, dat je de laptop meeneemt naar je oma om gewoon daar te rubberen. Soldaat. Ja. Daarom gaat hij van de proef naar vast. Hij zat toch al vast? Nee hoor, nee. Ik weet de lok nog niet. Wow. Hij moest zijn eerst bewijzen, heeft hij vandaag gedaan. Wow. En heb gisteren ja, tijdens het ding heeft hij zijn mond dicht gehouden. Dus... Dat heb jij zeker afgesproken met hem, want ik heb hem niet... Ja? Nee, wat heb je niet gezien op de app? Nee, ik zie niks meer. Nee, daar hadden we het juist geschrokken over. Ja. Bridget, ben ik weer. Zijn die lawaaischoppers alweer weg? Ah, ik wilde een hele speech houden over hun overwinning. Ik weet het niet, Brit. Ik denk dat ze nog zitten te kijken. Nee, ik ben er nog hoor. Ja, dat zijn, wel, mee? Zijn er wel in één keer vier weg, dus ik denk dat ze weg zijn, ja. Toen moet ik nog eens erheen, hè? Laat het lekker gewoon, Brit. Doe het, ja, nee, kiezen, kijk naar wie. Kijk, ze denken allemaal... Welkom in Nederland. Doe het lekker tegen Rick vindt dat leuk. Ik heb het een makkie gevraagd. Even kijken hoor, jongens. Even kijken, ze denken allemaal dit, hè. Hoppa, helemaal weg. Oei, wat heb je gedaan? Stream offline? Oh, ja. Nee, je moet stream kijken, dan hoor je het. Ja, hoor ik. Waarom moet je niet horen? Moet ik heel de stream weer terugkijken? Ik heb het gehoord. Laatste stukje. Zometeen moeten we rechtsaf. Rechtsaf? Ja, en dan links blijven. Ik wou zeggen, je moet eerst links blijven. Oh ja, rechts en dan links blijven. Ja. Luisteren naar de convoyleider.
En dan nu zo meteen rechts. Oeh. Ja, nou rij. Oh, ik rij bijna door die witte dingen heen, man. Grapje. Nou, die weg afsluiten. Rechts en links zei ik ook nog. Oh, remmen, want hij gaat met de tiende de bocht heen. Ja, dat is. Ja, ik ben blij, hè. Ik had hem, ja, laat ook maar. Nou ja, doorgaan. Nothing happened. In de stream. En gassen, hè. En ze zijn gelijk pleiten en ik rij hier lekker. Ja? Moet je weten waar het hospitaal zit, Tim? Daar kan ik niet invoegen. Vieze gek. Hij rijdt 70 of zo. Ja, omdat hij zei dat hij niet bij is. Ja, rij maar, rij maar. Tachtig, toch of niet? Ik veel, hij laat er in één keer uit, maar 95 denk ik zo. Hoe hard, Danny, hoe hard? Ik zit nu op 76. En we moeten hier graag zo meteen naar beneden. Remmen. Nee, remmen is brandstofverspilling, jongens, retarden. Nee, die heb ik op 90 staan nog. Retarder op 90. Dan zal die wel hard remmen, denk ik. Nee, want die heb ik nou elke keer even uitgehad. Je hebt over de cruise control. Ik heb het over de retarden, niet over de cruise control. Ja. Het zal nu wel iets heen. Het zijn twee verschillende dingen. Maak verder niet uit. Je was ook bezig over retarder, hij is geen motorrem, dus. Ja, retarder is motorrem. Hier rechts? Nee. Nee, weet ik. Nee, ja, maar zo niet doen. Wat gaat Danny precies doen dan? Lossen. Ja, niet bij de Jumbo. Hoe kan het dan? Heb ik hem dus bedaafd? Ja, dat denk ik. Oh, pas op wat paaltjes, die rijden niet uit de grond rijden. Ik doe mijn best. Wat hij er nog ligt. Die stommer ik dat ben. Ik moet om dat paaltje heen. Natuurlijk. Ja, dat is moeilijk. Ja, ik heb het al helemaal bedacht hoe ik dit ga doen. Ja. Eerst vooruit, dan achteruit, links een beetje, dan een beetje vooruit rechts. Nee joh, je hoeft helemaal niet zo moeilijk te doen, man. Dus gewoon snel parkeren. Nee. Ja. Al die palen de grond uit. Hoppa. Nee. Heb je er heel last mee van, Nikkeli? Als ze wisten heb je er heel last mee van, dus. Goed. Dat is toch wat Kijk, je wilt, hè? Ik zit natuurlijk in dit werk, maar noodbreekwet, hè? Nou, haal je zelf de pal in met de hand. Nee. 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 Over het fietspad. Nee. Ja, half. Nou, net zo. Ga je over de weg? Dat is de eerste vraag. Ja. Ja, goed. Dat is wel één goed ding. Hoe nou de rest? Ja, toch een paal eruit gereden. Oh, even wachten. Ja, ik wacht. Opties. Gameplay. Oh, moet je het nou zelf aanklikken misschien met je los? Ken ik toch. Dat moet je toch. Nou pas. Volvo's en Scania's voor de Jumbo. Ja, het is een beetje apart, maar we vonden het leuk. Okay. Ah, mooie rit. Hij zegt wel mooie rit. Ja, mooie rit. Mooie rit. Oh, sorry. Ja, ik ga eens even gas geven. Ik ga ermee. Tweede enkel. Even een rondje draaien hier. Oh, rondje van de zaak. Wat hoor ik? Ja, dat was een mooie.
Oh nee, jij zet ik weer vast. Uutje. Oh, je hebt... Ja, uutje. Had ik net ook. Een U-bordje heb je gepakt. Gewoon wat meer gang maken. Zijn man, denk ik. Hul de gevel eraf. Ja, maar dat is top zo, hoor. Vanaf de grote weg erin. Kijk eens even, jongens. Leroy. Ja, oh, je hebt al op tegendrukt, hè? Ja. Had je 500 extra kunnen krijgen. Ah, fuck kan... die 500, joh. Ik ben niet zo zielig, man. Dat ik op zo'n manier moet winnen. Ik hoor het niet. Zo, je komt ook binnen, Kelly, hè? Moet je niet verwerken, hè? En nou, jongens? En nou? Kunnen we niet binnen door naar Amsterdam en zo? Dat kan niet, hè? Zeker wel. Hebben we in Nederland er binnen doorweggetjes dan? Ja, over het fietspad, zo. Oké, de lieren... Jezus, dom reken. Wie is dom? Goed man, ja, ik. Zo, haal Danny. We gaan het hele fietspad af hier. Het is 9:10. We hebben, ja. Nooit, ja, we hebben, oh, we hebben 1000 kilometer nog nooit zo snel gedaan. Oh, hier kan je niet heen. Ja, sorry, mijn voet is te zwaar. Kan ik niks aan doen. Ga je nog iets bij de DAF ophalen? Nee, ik ben even dat fietspad aan het uitrijden. Eens even kijken waar ik in terecht kom. Maar dan, oh, kun je, ja, dan kun je niet meer terug. Zeker wel, ik heb er achteruit. Ik kan omdraaien. Als je er wel bent, trekker in kun je omdraaien. Hey, je kent toch ook gewoon... Als je trekker bent kun je omdraaien. Ja. Trekker. Ja, maar je kent ook gewoon door de vangrijlijn een stukje dan. Jongens, ik... Ook F17. En nou houdt het op hier. Nou, dit is wel vet. Oh. Oh, vangrail. Oh, wat? Hey, bushockey. Jongens, zeg het maar. Zijn er kijkers die denken van, ga nog ergens naartoe? Zeg het maar, het is 9 uur. Dus oh, de schat. We gaan helemaal nergens meer naartoe, geloof ik. Nou, naar de bed. Wat is er nou? Pas op, ik ken die man op een kweten, pas op. Hey, Leroy is weg. Ja, ik ben helemaal naar de klote. Helemaal naar de klote. Wat er gebeurd is, hij is die gat ingereden. Nee, Kelly die Shambek, die douwt mij met ja, maar hey, even zonder dolle, 1% aan de truc. Niks meer, niks minder. Die Volvo is sterk, jongen. Die Scania niet, want ik heb net een lantaarn aan te pakken. Maar als je een stukje verder rijdt, dan rijd ik zo bij de DAF. Huh? Hey, muur? Kan... Nee, er zit een muur. Kut. Wat zei je? Kut, maar... Nou, ik probeer aan de kant van de DAF eruit te rijden. Nou, dat gaat niet. Jammer, joh. Maar er is niemand die reageert, dus ze willen niet dat we nog ergens heen gaan, denk ik. Nee. Dirk Kelly had wel gevraagd, maar anders niet. Hey, hoezo stuurt u mij helemaal de snelweg over dan? Voor een klein stukje naar... Oh ja. Hey Danny, kom je eruit? Danny is chauffeur. Omdraaien. Ik zit vast. Bij de DAF-dealer zit hij toch? Ja. Wat? Nou, ik ben afgesleept naar de repair, hè? Ja. 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 Eersel. Ja. Even kijken hoor, moet ik naar Os? Links? Nee. Nou, ik laat mij ook even afslepen, want ik zit in. Laten we ons dan allemaal maar afslepen, zo. F7 1 en 2 en 2. Ik ben hier de berm lekker aan maaien. Ja, maar je bent ook Danny. Ja, kom Ronald Keizers aan. Ja, even naar Zandvoort. Ja, dat heb je hier niet, hè, Lampie. Lampie?
Wat bui? Even kijken hoor, als ik nou een rit pak gewoon uit de ladingmarkt, dan kunnen jullie mijn spedder erbij gooien. Of je het omgekeerd? Is goed. Want ik kan nou natuurlijk niet afsluiten. Vanaf waar? Vanaf Frankrijk. Ja, vanaf Eindhoven. Kijk dan, jouw Volvo is veranderd in Scania. Oh, veel mooier. Zo, Kelly had ook tot. Het enige wel. En een dikke boelbar. Zo. Ik heb helemaal niks. Wat is dit nou weer? Oh, ik kan ook de World of Trucks niet gebruiken, dan moet ik updaten. Ik moet op de fietspad terug. Dan moet je even slapen. Mooi, ik moet via je fietspad en maar weer terugrijden. Nee, laat je eigen afslepen. Ja, maar waar kom ik dan terug? Eindhoven? Ja. Ik ga het even naar mijn garage in Eindhoven, even een trailer ophalen. Wat een trailer? Ja, een cool trailer of zo. Ja, ik moet wel even slapen, Leroy. Dat kun je wel eruit doen. Nee joh, ik neem gewoon mijn trailer mee joh. Maar dat gaat nog altijd niet werken. Hoezo niet? Omdat het een Eurotruck iets is. Ik kan alleen maar vrachtencentrum jongen, daar hebben ze niks. Wat staat er? Ja, één rit naar Milaan, dat wil ik niet. Ah ja, nee ja, dan Dus deze verplaatsen wij lekker naar Eindhoven zo. Ja, naar Milaan. Walking floor. Nee, geen walking floor. Nee. Ja, running floor. Moet je snel had. Ja, wel walking floor. De walking floor, jongens. De lopende vloer. Ja, dan de running floor. Ja. Die hebben we nodig. De hoer. Nou. Ik wou zeggen joh, ik hoor wat, ik denk wie is dat, maar ik zag het niet en nou zie ik het wel, ja. Ja, ik kreeg wel poosje mee te luisteren hoor. Oh, nu meen je? Ja. Ja. Ik heb geen geluid gehoord. Ik ook niet, nee. Ik als hij binnenkomt wel. Ik zit al een minuut of 5, 10 zoiets, weet ik veel, zit ik al gezellig even mee te luisteren. Oh. Ik 5 minuten. Ik lul wel mee als ik wat hoor wat me boeit. Ik sta in Eindhoven aankoopgarage. Ja. En daar heb ik. Oh ja. Wat heb je een aanbieding? Ik heb vanaf Eindhoven honing naar Reute in A. En dat is bij. Reute. Reute in A. Bij Liechtenstein. Vlak. Ja, Reute A. Dat lijkt me wel wat, of niet? Ja, met je eigen trailer of wat? Nee joh, wij doen gewoon dingen, fight market. Ik doe gewoon lekker zwaar locomotief. Even kijken, nee joh, geen locomotief. Gewoon iets lichts. En anders dan heb ik... Van welke plek af? Eindhoven. Ja, Eurogoodies. Oh, even kijken. Ja. Ja, Eurogoodies. Naar de Lidl in Reute. 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 Daar zit een verschil in. Wat zit een verschil in? Reute. Hey, mijn spellen start nu op. Op. Valt er met een herhaling, joh. Herhaling. Reute. Bij de Lidl. Wat zullen we er eens achter hangen? Honing en walking floor, jongens. Het is wat. Oh ja, Brom Eindhoven. Maar dat wisten jullie nog niet, het is losgestorte honing. Nou, ik doe ijzeren pijpen. Neem jij even ijzeren pijpen mee voor de Lidl, jongen. Waar moeten we leiden dan? Eindhoven? Zijn ze aan het renoveren of zo? De Eurogoodies, dacht ik. Zijn ze aan het renoveren? Nee. Ja man, de hele tent is verzaakt. Oh. Stutte. Stutte. Naar Reut, hè? Rioleringkie leggen. Ja, van de RVS, hè? Oh ja, zeker. Is het niet de Lidl in Den Haag? Anders had je kunnen zingen 55.000 ijzeren pijpleidingen. En waar moet je belossen? Lossen? In Ruette.
Nee, Rayotte. Maar welk bedrijf? Lidl. Lidl. Lidl, daar heb je niet staan. Nee, dan moet je even bedrijven uitsluiten. Ja, maar dan moet je alles weer opnieuw invullen. Haha. Ik ben onderweg naar de Eurogoodies hoor, 30 kilometer. Lekker man. Mag ik haar er als 100? Voor mij wel, je bent toch de baas. Nee, multiplayer. Ja, dan moet je even beginnen met tellen. 1. Ik kan niet tellen, dus rem me door. 3. Gaan we tot de klokje gaan. 5. 8. 6. 20. 7. 93. 9. Nee. 11. 12. Ja, je bent ontslagen, pik. Ja. Hé, ik zat even niet mee te tellen. Het is leuk ook. Voor één keer door de vingers. Ik nog steeds 110, hoor. Ah. Oh. Maar zonder vracht, hè. Dus het is roaming. Ja, maar multiplayer mag het niet. Hey. Multiplayer mag het niet omdat mensen kunnen zien dat je met die kleuren reed en met die tag reed van Zandrans. Ik heb altijd al een beetje dat... We moeten hem meenemen. Hoe heet dat? Heisterkampgevoel? Nee. Machtmisbruik. Waar moet hij mee? Oh, ja, maar dat ken ik. Waar moet hij mee? Dat mag iemand weten. Ja, dat heb ik altijd al gehad, hè? Je weet het. Hallo? Waar moet hij mee? Ja, oh, dat moet je zelf weten. Kelly heeft ijzeren pijpen, ik heb honing. Locomotief, Danny. Die moet je mee. Ja, ik ga niet weer mijn locomotief gaan. Locomotief mijn zin, man. Echt, heb ik helemaal gek. Als ik nou nog een locomotief voor toeteren wil krijgen. Ja, ik moet zeggen, het was wel leuk rijden met die dingen, maar nou ook gewoon even wat anders. Hoi. Ik kan er nog 30 voor hoor. Even rieden, ja. Rieden. Nee? Oh, wat doe ik? Wat doe ik? T is een andere trein. Locomotief. Locomotief. Loco. Loco. Oh, niet te vroeg stoppen. Niet te vroeg. Even kijken, ik ga hem toch even proberen. Edit. What? En dan doe ik uitroepteken lol. En dan automatisch je generaal de command. Oh ja, wacht even. Permission iedereen. No stream chat submit. Wat heb je er allemaal over, joh? Ja, als nou iemand uitroepteken lol doet, dan komt die sound effect tevoorschijn, ja. Dat zijn mijn pepen. Pepen? Ja, gewoon in de grond. Lachen, man. Wat zit er in jou, hè? Ja, Lando. Denk ik. Wie zit er in mij? Wie zit er in jou? Nee, als het goed is, zit mijn trailer in jou. Wees naar voren. Arbeidsmarkt. Leroy. Artscentrum. Ah, Leroy. Eindhoven. Nee, hij pakt hem niet. Wat is dat nou? Ik kom erom. Oh, maar dat is wel lachen, ja. Nou snap ik het. Nou? Daarom dacht ik, vroeger moet je er iets voor zetten vanmorgen. In nee, maar dat... Doe eens... Tik eens gefeliciteerd. Gewoon gefeliciteerd? Ja. Op zijn Nederlands, hè? Op zijn Nederlands, niet op zijn Belgisch. Zo. Ik weet niet of je dan... je moet wel uitroepteken ervoor zetten, denk ik. Oh, wacht even, die kleine begint weer te grippen. Oh jee. Zo. Doe nu eens, gefeliciteerd. Heb ik gedaan? Ja, nog een keer. Ik heb hem net pas veranderd.
Ah. Oké, moet driften. Ah, ik weet niet. Zo, draait iemand even stuur kapot? En dan leren als een kleine is, dan daarom is. Ja. Ja. Nou, nog even gauw wat te drinken pakken en zo. Hebben we nou wel even tijd voor? Wat heb jij erin zitten? Ik heb Atlantische visserij. Hij moet altijd stinkvissen meenemen. Hij heeft iets met die vis. Die gefermenteerde vis. Nee, ook misschien. Ho, wat had hij een fout? Helemaal hout. Helemaal hout. Hout er niet van. 46.851. Vitelo, ik verkeerde. Vandaag. Basic. Hij doet het niet, hè, of wel? Nee, ik heb niks gehoord. Ben jij wel zeker dat jij wel gefeliciteerd je getypt hebt? Er is gewoon iets vergeten ofzo? Ja, doe het eens met Dubbel I, dubbel C. Uitroepteken grapje. Oh, je daar Ronald lachen. Nee. Zo. Nou, pak ze toch niet allemaal. Maar goed, dat maak ik eventjes ook niet uit. Die uitroepteken lol, die doet het wel of niet? Nou wel. Oh shit. Ik moet wel laaien, jongen. Ja, dit is wel. Oké. Okay. Ik weet ook niet dan. Ik zal straks eens even kijken. Zo. Zaten. Rijden. Weer genoeg gespeeld. Nou ja, wat je dat kan aan het doen is hoor. Ja. Wat je kat? Dat is bij Erik. Ja, dat is bij mij de kat. Staat te schreeuwen dat hij naar buiten wil. Deurtje openmaken en de buikte. Nou gaan we. Nee. Ja. Gaan we, jongens, ik heb het wel een beetje warm, joh. Ik zal om de hoek. Erk hoor. Nou, dan hoor ik mijn kind niet huilen. Is dat nog meer rust voor jou? Ja, maar mijn vrouw is ook niet thuis. Oh. Rijden dan. Is het eigenlijk Danny of Danny? Danny. Hè? Vermeer. Wat? Danny. Niet allemaal tegelijk, of klopzakken. Danny. Oh, niet Danny. Nee, wij zeggen het altijd verkeerd. Alleen ik kan het ook niet helemaal afleren. Ja, dan komt dat ik Brabant ben. Ja. Dan zeggen ze altijd Danny.
Dan zeggen ze alles verkeerd. Tani. En vooral als je wat verder nog naar onder gaat. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Met veel plezier, hè. Wordt 85 gaan houden of niet? Ja. Ja, 90 of zo. 85, ja, 90 is ook best. Nou gaan we weer snelwegen, hè? Ja. Was dat de bedoeling? Nee. Ja. Weet ik wat, ja? Nee. Danny? Ja? Zetten we eens even op de vluchtstrook. Met de handrem erop, hoppa. Bolt! Met de handrem erop. Zit die gewoon lekker naar buiten wijken. Nou, dat is leuk, hoor. Oh, Leroy has been involved. In an accident, hoops. Leroy is aan de klootje. Even kijken, dan gaan we naar smalle wegen. Heb ik al. Ik ook. Oh, nou, dan gaan we bij de volgende weer eraf. Oh, wat een rit. Oh, dat wordt wel even langer, hè. Weer 1000 kilometer, dat is mooi 10 uur. Wat? 10:30. Mooie tijd. Toch? Mooi op tijd. Multiplier. Ja. Jezus. Maar het voordeel is, we zijn met z'n drie, hè? Ja, stel. Oh, daar ga ik wel. Druk je mijn spatiebalk in. En dan hier naar de linkerkant blijven, op de linkerbaan blijven. Eindhoven Centrum, tongeleren. Het is echt rustig op de digitale wegen, jongens. Lekker man. Lekker rubberen. Nou, bij jullie lekker rustig, bij mij niet. Hij zit op server 1 zeker. Nee, ik ben een singleplayer rit aan het draaien naar Barcelona. Oh. Ja, dat moet je ook niet doen. Een singleplayer vind ik eigenlijk niks meer aan sinds dat ik MP kan doen. Nou, af en toe een keer leuk, maar... Kelly. Voor het feit van deze te kunnen rijden, vind ik het fijner. Nou, dat mag als je bij moet komen. Ik zit nou toch echt meer te wachten tot dat multiplayer 1.38 uitkomt. Nou, ik vind singleplayer wel leuker met mods en zo. Bij wie hoor ik die tijdbom afgaan, joh? Kel, kappen. Even wachten, dan moeten jullie zo hard rijden. Zijn we niet hard rijden. 3, 2, 1, ijs uit. Gebruik jij trucksboek ook of zo? Ja? Ja, uitzetten die zooi. Ah nee, daar moeten we leven in blazen. Ja, ik heb het nog wel, geloof ik. En doe het even aan, doe even Kelly beheer. Allee, maar drugsboekbedrijf bestaat ook nog, denk ik. Ja. Daar heb ik een sollicitatie gedaan. Twee maanden geleden. Ja, je bent nooit aangenomen, zeker. Nee. Hoe zou je denken? Ik zal eens even kijken of ik nog kan inloggen, of ik die gegevens nog heb. Ik heb me geloof ik ook aangemeld bij bedrijf van Trucksboek, Leroy. Ik heb er nooit meer op gekeken eigenlijk. En ook bij Truckers MP had ik me nog aangemeld. Ja, daar kijk ik ook nooit op, maar daar heb ik ook nog een bedrijf, ja. Ja. Ja, daar sta jij als enigste in. Ja, omdat ik zelf niet weet hoe je kan inviten daar. Iemand anders had een keer een VTC voor ons gemaakt, maar ik kon nergens zo'n invite knop vinden. Dus toen heb ik hem zelf, toen heb hij hem weggegooid, heb ik hem zelf gemaakt. Maar volgens mij was ik met Lando nog aan het kijken ook toen. Ja, nou, er is ook een procedure geweest. Dat is ook altijd, hè. Ja, dat is wel een tijd geleden, ja, maar volgens mij lukt het jou toen ook niet om erin te komen. Ja, nee, want je hebt het niet geaccepteerd. Toen ik mijn eigen VTC nog had, toen heb ik dat wel via Truckboek of via Truckers MP allemaal gedaan. En ook daar de teksten voor geschreven, de leden uitgenodigd en rollen toegewezen, dat soort dingen allemaal. Dat is niet zo heel makkelijk. Ja, maar het moet niet zo moeilijk zijn, hè? Dat begin ik allemaal niet aan, dat is mij te moeilijk, inderdaad. Nou, doe die Trucksboek er wel nog bij. Zo ideaal. Kilometerregistratie.
Nou, doe ik dat wel beheren als je dat niet erg vindt. Jij beheert helemaal niks. Oh, goed. Mag, jij beheert... Zo, kom je eruit. Jij beheert ons magazijn, toch? Samen met Chris. Nee, joh. Nee, joh. Ik zal eens even kijken of ik er nog in kan komen. Want volgens mij zijn er ook een hoop jongens toen bij Trucksboek weggegaan. Ik zal eerst eens even met mijn compagnon overleggen. Maar Nick zit er ook nog in, denk ik. Dat is goed, is wel. Aan de rotonde rond, tweede afslag. Op de rotonde, de tweede afslag, Erik. Oh, ja, oh, ik hoorde het. Ik denk wij. Welke mooi rotonde heb je hier? Daar kunnen we hem nemen. Doe dan. In de afslag. Bluff. Nou, ik had niet verwacht dat jullie dat nog zouden horen. Zo hard heb ik hem niet staan. Ik hoor alles. Kwestie van een goede koptelefoon hebben. Ik dacht eerst dat je Zwarte Piet was. Ook. Keep it right. En dan links blijven aanhouden. Erko kribbel. Ja, Erko. Hier zo'n de rechts eraf. Lekker door die vanger alleen, pik. Die heb ik niet geraakt. Het is maar goed dat geen trailer van de zaak is, want... Nee, ik heb niks geraakt. Nou... Nee. Ik zie geen melding. Oeh! Ja, staat er eens stil in een keer. Die walking floor die kwam naar mij gelopen. Ja. Tegemoet komend verkeer. Ziet hij niet eens door de lamzak. Shampoo. Een lekker slukje cola. Oh, shampoo. Ik had eigenlijk wel drinken mee kunnen nemen toen ik net beneden was. We kunnen zo meteen wel bij een pomp even een tussenstopje houden, maar mij niet uit. Even roken gelijk. Ja, kunnen we even een pauze in lassen? Ik vind het helemaal goed. Even dikke jonko roken. Ik denk alleen niet dat ik pauzebeeld al ingevoegd heb. Nee, ik heb nog geen pauzebeeld, maar dan laat ik wel gewoon lopen, dat doe ik wel eens meer. Yo, oldschool club Wind Hunt. Hier is hem tegen rechtsaf. Huh? Wat hè? Oldschool club cool Wind Hunt. Bochtje en daarna moeten we weer rechtsaf. Windhunt, ze komt aan de andere kant. Oh joh, ik ontwijk ze mooi, jongen, die paaltjes. Zo. Wajo, jongen. Paaltjes. Applaus voor op mezelf, jongens. Ik hoor mijn bijnaam. Ja, paaltje. Ai, 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 ik ga veel te hard, jongens. Ging wel mooi, op je zijwieltjes. Ja. Maar toch heb je iets geraakt. Ja, het paaltje verderop. Motor defect, hoe kan dat nou weer? Ah, paaltje in je grill. Chili girl. Nee, ik ramde even zo'n wit paaltje uit de berm. Linksaf. Ja, dat zie ik ook. Moet je niet willen hoor. Leroy Verstappen, sowieso. Die kwam er nou net heel even snel in die Discord. Lekker. Oh. Hier rechtsaf. Oh, met de... Oh nee, dan moet ik overheen. Gewoon rechtdoor. Op die tunnel heen, dus dat maakt niet uit. Oh. Gaat even 85. Erik, blijf rondjes rijden. Ik hoor het ook, ja. Maar Erik moet de hele tijd de rotonde rond. Ja, ik zit in dat klerencentrum van Barcelona. Ach, leuk. Ja, dat is mooi, man. Op rotonde staar zo. Je moet het nu gaan blokkeren.
weten. Ho, oh, eraf, ho. Oh. Waarom rij je nou in één keer zo zacht, pik? Ik had retarder niet erop staan. Retarder erop staan? Cruise control. Ja, oké. Je mist altijd eten, hè? Bielan, loste. En waar zijn jullie nu? Ochi. Oh ja, maar Rutte. Rutte met Rutte. Zo, nee. Oh. Oh. Oh, komt er in één keer een tap. Heel die tapje ligt vol, wat de hel is dat, joh? Zo. 19 mensen in de buurt. Zo, doe eens even druk. Ja, daar, in het dorpje. Nee, in het dorpje. Koblenz, helemaal vol. Huh? Oh, die komen allemaal onze kant op, en wij weer. Laat hem even een beetje rustig uitrollen. Hoezo? Frank gaat voorbij. Nee, joh. Dan heb je er eentje lekker, jongen. Hoezo kan ik nou weer niet iemand 438 seconden wachten? Oh, ik heb hem al gefixt, denk ik, net. Omdat je net in game bent. Nou, helemaal niet. Want ik heb al een keer mijn auto gefixt. Dan ben je daarnet het game geweest, niet? En niet? Ah. Oh. Dan weet ik even niet goed, want ze beginnen nou allemaal daar te gaan. Dan weet ik niet of het hier onder is of dat we de tijd langskomen. Dat zien we dan zo wel. Oh, die staan eronder, denk ik. Ja, die staan eronder, ja. Die komen nou allemaal naar boven. Laat ze maar allemaal voor, hoor. Zo, hij remt gelijk als een gek, hoor. Stoppen, Kel. Ja, Joggies. Stop, en laat ze ervoor. Ja. Oh, het is nooit goed, hier, Danny. Het is nooit goed. Oh, nee. Dit wordt een leuke rit. Ja. Wow. Hij moet zijn rem gewoon wat beter afstellen. Oh ja, of gewoon die remmen. Of gewoon een retarder gebruiken. Kent hij niet. Dat is weer de cruise control. Hoeveel zijn het er maar niet, joh? Ja, een stuk of 30 of zo. Jezus, mina. Jezus. Dat is erg. Als je kijkt hoeveel bolletjes hier nou allemaal komen. Maar het zijn niet allemaal dezelfde, of wel? Nee, maar ze horen wel bij elkaar. Nou, misschien zijn het meerdere convoys bij elkaar. Evenement. Ja, duim er maar tussen, hoor. Nee, grapje. Gaat er iets bij van WTC of zo? Nou, de AKA Family. TTFR. Zandtrans. Hallo, komen er nog meer nieuwe komen, of mm-hmm. Ja. Nog veel meer. Ja, beter gewoon doorrijden, joh. Nee, juist niet. Als je ziet al. Moet je op de navigatie kijken. Dat is echt niet normaal, wat er allemaal nog aankomt. Nou, het zijn er maar 5. Nee, er komen nog meer. Nee, die bolletjes blijven maar gaan. We rijden maar achteraan, hoor. Zo, ergens een keer. Ging jij. Voor mij komt nou net, die andere gaat daar echt door. Zijn aan de heng. Nou, het valt wel mee. Het zijn er nu nog 1, 2, 3, 4, 5. 5? Ik weet niet, het is net of het is een multiplier bij die rotonde. Het worden er steeds meer. Oh, me. Is dit al? Nou, rijd er maar achteraan, hoor, zo. Ik vind het best. Stemming bereikt.
Even kijken wat hij doet, deze twee nog. En dan gaan we. Oeh! Ja, nog eentje en dan gaan we. Ja, rijden. Ik vind het nou wel een soort van gezegend. Ja, maar die hebben een gat. Kom maar. Kom maar. Nee, jij bent een live toch? Ja. Dit is tenminste een stream met een convoy. Ja. Daar hebben we meegereden in een grote convoy. Waar is dit ja? Voor hoe lang? Ik ook niet heel lang. Ik ook niet, nee. Oh, jij lekt, jongen. Ik. Ja, kom maar met twee landdoosje. Lek ik? Oh. Ja. Nou, dan niet op. Hij komt aan de muur aan. Oh, sorry, ik heb even op mijn zijkant te liggen. Oh. Lekker kel, lekker man. Lek? Ja, je moet hier zachtjes rijden, jongen, want je vliegt zo uit de bocht, hoor. Ja, hoor. Nou, je stond stil in één keer. Ja, omdat ik ook tegen de vangrail aan reed. Nou, oké, je bent niet verbeterd. Maar je hebt niemand hier. Oh, is dat weer die trailer met die andere kleur daar hier mee? Nee, ja, dat is weer die. Oh, remmen. Ja, ik rijd niet zo hard als jij, joh. Weet je, ja. Zijn er allemaal dat smal baantje in hun. Ik rijd gewoon rustig 50 hier. Harder kan je toch niet. 60. Ja, dat had ik dus niet gehoord. Wat hier was achter? Kijk hier dan. Oh mijn god. Ja, maar ga er maar voorbij, drugs. Want ze hebben die gevarenlicht aan. Rijden. Oh, wacht even. Of we hebben een glitch ontdekt misschien. Wat glitch? Ja, wacht even. Ik ga er wel weer tussen. Wacht even dan. Wacht even. Maar ze gaan allemaal straks daar recht. Dat smal baantje. Straks gaan ze allemaal in en daarom duurt zo lang. Nou, Leroy rijden. Vooruit. Oh, ze zijn alweer, sorry. Hier ga ik echt een foto van maken, F. F? Geen tijd voor foto's, hè? Heb je camera bij je? Ja. Komt er eentje langs, jongens, komt er eentje langs. Je hebt geen zin om te wachten. Nee, ze wachten. Ik eigenlijk ook niet. Nee, maar jullie moeten ook straks rechts, zeker. Ja. Ja, dacht ik, zei ook. Als je kan, moet je er langs rijden, dan moet je horen het doorrijden. Ik heb een foto gemaakt. Je kan er doorrijden als je wilt. Ik ga helemaal omheen, gewoon omweg. Danny, volg me. Hou je altijd links houden en dan ga je GPS wel veranderen. Denk. Hoop ik voor jou. Oh, volgen en... Ja. Wat ga je nu doen? Ga jullie gewoon linksom? Weet ik niet, ik volg Leroy wel. Dat valt allemaal met triple links. Oh nee, is wel. Rest. Ja, ik ga niet over die smalle zooi heen, ben je gek? Nee. Door. Nee, maar ze hier een beetje doortrappen. Ja, maar wel doortrappen als 60. Ja, maar ik kan niet hard door de bocht, want dan leg ik op zijn kant. Dat jullie allemaal zo hard door die bocht heen rijden, maar dat ken ik niet. Je bent toch lier, hoor. Ja, hoor hem lachen, joh. Oh, helemaal mooi. Kijk, nu heb ik bijna niks gewonnen, denk ik, eerlijk. Niks gewonnen? Nou, niet veel hoor. Nou, ik weet het wel zeker. Nou, dat wil ik zien. Of niks? Ja, denk ik niks hoor. Ik zal maar zien. Ik heb nou weer die groene en die roze triple.
Ja, die nu eruit komt, zat achter mij. Ze hebben niks gewonnen, hè. Niks. Alleen kilometer misschien. Oh, ik ben het wel een beetje zat eigenlijk alweer. Het is de trailer of ik ga hem meenemen. Ja, maar ze gaan naar de snelweg op toch? Nee. Of wij bedoel je? Ja, wij gaan dezelfde snelweg op als hun. Ik ga een snelweg op. Nou, op, ga hieraf. Nou, Liru zegt het niet. He. Zo is even pauze inlassen. En ik heb ook een beetje trekken eigenlijk. Je hebt geen chips gehad, hè? Nee? Je hebt geen chips gehad, hè? Nee. Kut is dat, hè? Hey, jawel. Yuki, zit er ook bij, Yuki. Hey, Yuki. Yuki. Hey, Yuki. Yuki. Ah, Yuki. Zo. Je moet even hier helpen. Dat hier een probleem heeft met zijn stemband. Moet jullie straks rechts, anders daarna is er een pompstation. Oh, we gaan allemaal links, wij gaan rechts. Daar, ja, dan is het daarna een pompstation. Kijk die wel heen? Ja, ja, ik zat er bijna op. Motordefect. Links langs, jongen. Hoi, jullie even leggen. Viva Trucking staat. Ja? Ja. Zou niet bij welke Viva? Nee, denk John. Even natje en een droogje. Even een natje en een droogje, kost me ook ongeveer een ton per maand, hè? Ho? Oh. Nee, ja, jawel. We hadden 10 beurtenkaart. Ja, daar zoek je je benzinepomp op, jongen, hé dan. Zo, maar die heb ik wel mooi even zo op, pa, jongen. Leroy Verstappen, jongen, Maxi is er niks bij, dat kan ik je wel vertellen. Zo, Kelly, stel even stil. Ja, ik wou achteruit rijden. Ja, ik kwam ook wel aardig aan zo aanrubberen, ja. Ja, weet je. Oh, goud. Jongens, pak even wat te drinken of eten of zo. Of ga even sigaret roken, weet ik veel wat jullie gaan doen. Ik ben zo terug. Ja, zet je microfoon of een ding uit. Wat wil je dat ik uitzet? Microfoon. Oep. Zo. Nou, we zijn zo terug. We gaan eventjes een klein pauzetje doen. Dus doe even wat je moet doen. Of blijf rustig even kijken. Ik even kijken. Misschien is het leuk om. Of nou ja, leuk. Zo, dan kunnen jullie nog een beetje kijken zo. Ik heb nou geen pauze dingetje toegevoegd, dus dat moet ik nog eventjes doen. Ja, ik ben in ieder geval zo terug. Ga even lekker wat doen voor jezelf, jongen.
Toet. Toet.
Hey, daar is die. Ja, ben ik weer. Sorry hoor. Ben je niet gekekt? Nee, anti-kekbot. Nee, super. Ik dacht dat hij in slaap gevallen was. Nee, het duurde iets langer dan ik gedacht had. Ja. Ja, wij dachten dat hij in slaap was gevallen met de handvat van de koelkast in je hand. Ja, zeker. Nou, laten we snel gaan. Koelkast in je hand. Ja, ik was je al naar voren duwen, maar dat ging niet. Ja, dat dacht ik al. Ha! Voel wat waar het nu. Kom er niet. Je leven lang voeren. Maar die gefeliciteerd pak hem niet, hè? Die grapje ook niet, hè? Die lol wel. Die lol wel, hij grapje niet. Ik dacht echt dat Ronald er zelf was. Ik dacht dat Ron had lachen. Ik moet even in de Discord komen. Hij klinkt wel hetzelfde. Ja, ja. Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Zeg, like, zo nu mijn lach. Hi. Kim Jim. Kim Jim. Ik weet niet hoeveel tijd er tussen zit voordat je hem kan gebruiken. Moet je proberen, wat spannend. Ja,
Mijn moeder heeft het nou gedaan, maar hij pakt hem niet. Oh, 90. Ja. Nee, mijn vrouw was inmiddels ook thuis, dus even gauw even babbelen. Ik moet wel zeggen dat we dat ik wegging 6 kijkers, nu 7, dus ze hebben wel al. Ja, ik heb het niet gezien. Ja, ik ook. Ah, ik heb er 6. Ik heb er 6 kijkers. Ja, 7 was ik dus. Ik hoor het al, jongens, die sound effect ging ook helemaal uit de hand zo. En nu al. Ik moet nou bijna met een te breken. Ik denk dat er een minuut tussen zit, iedere keer dat het kan. Oh, mijn koptelefoon is ook leeg. Shit. Helemaal goud. Helemaal goud. Oh. Dan gaat er stuk weer. Dan gaat er een mensje stuk. Dat is helemaal goud. Ronald, zit je nog te kijken of niet? Ja, nog steeds. Hoor ik niet. Hoorde je die inbelverbinding die ik op het begin deed? Ja, die heb ik gehoord. Mooi man. Daarom zei ik ook KPN-tijd. Krijg ze aanhouden. Ik heb wel op BV. Ik vond je aan de linkstrik. Rechts de afrit, een beetje bijremmen. Bijremmen bestaat niet. Een beetje afremmen. Oh. Ik ben wel op BV. Kijk hier. Ik heb stuk daarom. Even je rem trappen hier hoor, je zit er eentje achter je. De rem. Vol haast, de rem, ik heb die vol haast. Ik heb die slaapt. Ja. Moet die zijn spiegel kijken. Oh, oh, oh. Ik had toch niks te zien. Of wel? Win. Ja. Ja, let's go. Ja, let's go, ja. Ja. Daan Runhard, ben er weer. Goedenavond, alle. Goedenavond, jongen. Leuk dat je erbij bent. Er is nog een moderator bijgekomen in de stream. Dat is omdat je zelf. Oh, hij loopt helemaal uit de hand hoor, die lol. Lol. Ik snap wel niet dat die anderen het niet doen, joh. Zo. Helemaal uit het dak, jongen. Zo, Danny, wat is er, joh? Kelly loopt een beetje te stil. Jongen. Dat er eentje op zijn telefoon.
Danny. Nee. Je gaat app missen. Iemand voor mij, nee. Niet achter mij. Zo. Ik zit achter Kelly. Oh, het is verjaardag. Liro, het is verjaardag. Zo de hel. Nee, ik heb verjaardag en gefeliciteerd, allebei. Oh, de verjaardag werkt. We moeten stream niet meer kijken, de Ronald kijkt naar Ron. Werd van Danny dubbel wacht. Oké, jongens, nog even eentje, ja, die je nog niet gehoord had. Komt ie, hè? La na 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 na. Grapje voor de sfeer, grapje voor de sfeer. Dat is toch lachen. Je moet wakker worden. Dat is toch lachen, man, dit. Na 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 na. Grapje voor de sfeer, voor de sfeer. Grapje voor de sfeer. Ja, die grapje die doet het toch wel, want Dan doet hem nu en hij pakt hem wel. Nou, nee. Jawel, ja? Dan doet het nu en hij pakt hem wel. Nee, dat is misschien alleen voor moderators die. Dan is moderator, ik niet. Krapje voor de sfeer, voor de sfeer. Danny, waar blijf je nou? Achter jullie. Afstand, ik ken het. Mijn 90. Dan zijn ze nou hier weer met wegwerkzaamheden bezig. Man. Hebben ze hier ook los of niet? Dat is de FC, dat is de A7 dit. Oh, dat is hier. Nee, dat is de A7. Ja. Oh, maar het schiet wel iedere keer op, heb ik het idee. Ik niet. Integendeel, ik denk dat ze wel stil zitten nu. Ja, maar volgens mij verandert het wel iedere keer. Maar het is verlof. Nee, er valt er gewoon niks aan, hoor. Nee, verandert er niks aan? Nee, of ze moeten, dan moet er iedere dag een update komen. Iedere week of iedere maand. Ja, er is toch een update gekomen vandaag? Van Promot. Oh. Ja, van Promot, zei ja. Nee, maar ik dacht dat het hetzelfde werkte, zeg maar. Net als met die ongevallen onderweg. Dat er af en toe zo'n helikopter op de weg staat en zo. Is dat met wegwerkzaamheden ook niet zo? Nee. Wegwerkzaamheden zijn gewoon allee, standaard. Overal? Ja. Want je ziet ook wel eens ergens dat ze een klein strookje aan het vervangen zijn of zo. Ja, dat is... Daar moet je er niet over uitspreken, maar dan nut een... Zelf nut gehad heb. Dat gaat niks zeggen. Ja, normaal de meeste wegwerkzaamheden zijn in... Promos. Rechts aanhouden en dan links aanhouden. Oh, ben je komt voor je zoeker. Ja, let's go. Ja, let's go. Remmen, afremmen. Bijremmen. Je voor de spier, hè? Remmen of stilstaan? Nou, hij komt even niet omhoog, joh, die auto. Wat is het weer? Piara in de tank, hoor zeker? Piara in de tank. Ja, ik ben wel zwaar geladen, hè. 20 ton, hè. Ik heb de 33. Ja, ik Kelly. 33 ton was het, hoor. Je moet stilstaan. 18 ton. 18 ton. Ik ben benieuwd of ik morgen
video online komt, of deze stream online komt, of ik auteursproblemen krijg met die sound effects. Nee, dat ga je wel snel genoeg weten. Ja, daar ga ik snel genoeg achter komen, ja. Kelly, ga je er veel te snel in? Ja, hoor je het? Ja, je hoort het onderweg bij Kelly. Ja, heb je ze van je hebt ze van die site gehaald, hè? Die site effects? Ja. Nou ja, zover ik weet gebruikt deze dus, er zit er ook van daar. Ja. Dus ja, die heeft er ook wel heel last van. Er is ook al Twitch, dus. Ja, Twitch heb geen auteursprobleem, net als bij YouTube. Ja, jawel. Oh, wacht even, ik moet echt even mijn koptelefoon inpluggen, maar ik zit in de bouwstijl hier. Shit. Anders heb ik zo geen geluid meer. Ik ga het toch proberen, jongens. Blijf even op afstand. Dit even zijn koptelefoon in stikken. Heb ruimte zat, joh. Ja, maar ik rij met losse handen. Losse handen? Dat doe ik al de hele tijd achter je. Je hebt al handen die gewoon los bewegen. Die op je stuur legt en zo. Bam! Dat kijk je maar, Jod. Hier eraf. Oh, wat? Zat hij naast Leroy, kijk dan. Ik hou alles in de hand, Kelly. Al het grond, echt waar. Een paaltje, oh, een nieuw paaltje. Ik heb vandaag misschien 3 of 4 paaltjes gehad, hè? Niet zoveel. En we fuck jij. Wie fuck jij? Ja, zeg je dat niet? Doe het even, maar hij zit erin, hoor. Hey, jij ook bent in de berg. Joh, sinds we te zeuren, man. Donnie gaat stuk hoor, ja? Ja, nee, dat zien jullie niet, maar ik wel. Nou ja, ik zie gewoon een beetje op de map dat ze een beetje heen en weer gaan en dat ze een beetje de kloten dicht op elkaar en een keer weer ver. Dus alles dat je ziet. Moet je daarom lachen, dat hij een beetje aan het slingeren is. Nee, maar hoe heb je blok harder? Oh, trein. Ja, ik heb eentje meer locomotief. Nee, dat zie ik niet. Turn right. Keep right and then turn right. Turn. Ik ga douchen en jouw stream kijken. Kan niet beter. Nou, top, jongen. Ga je onder de douche jouw stream kijken? Nee, jouw stream kijken. Niet te moeilijk maken, Leroy. Hè? Niet te moeilijk maken, nee. Je gaat onder dus jouw stream kijken. Ja, mooi toch? Trouwe kijker. Trouwe supporter. Ik ben een fan. RTL4 is er niks bij, hoor. Bij deze uitzending. Weet je wat hij straks gaan doen? Dan gewoon onder het douche staan en heeft hij gewoon jouw stream nog openstaan, maar kijkt hij niet. Ik zweer het, jongen, als ik een bad had in mijn huis, hè, dan ging ik in bad liggen, ging ik mijn eigen video's kijken, jongen. Zo vol ben ik van mezelf. Nou, ik heb in bad, ja, dat weet je vroeg gewoon al, oh, er is een nieuwe video online. Wacht, wil je ze omhoog? Ik hoor van Donnie trouwens de achtergrond alweer lachen, joh. Ik zweer het, jongen, als ik kapot zit in mijn huis, zo. Zoals heel mijn leven compleet. Ik heb een pot verteld, dus. Dan weet je terug, hoor. Oeh, 250%. Dat is best waardig. Met je voor de sfeer, voor de sfeer. Grapje voor de sfeer, voor. Oh. Oh.
Deze. Ja hoor, daar is die weer. Grapje voor de sfeer, voor de sfeer. Grapje voor de sfeer. Jee. Leuk. Loop. Lol. Mijn auto heeft lekker eerder wel aan die man. Toch dat het. Ah. Danny blijft goed aardig achter. Ja, ik krijg gewoon 100. 100? Ja, ik krijg 100 achter jullie. Waar rij 90? Ja, toch moet ik hier een 100 bijhouden. Shirtje, ik denk iedere keer de Ronald erin te lachen. Ja, ik ben blij dat Britt mij dat uitgelegd hebt. Ja, wel lekker, ja. De hele dag het clubbedouw. Ja, jullie horen dat niet, maar voor de kijkers is dat toch wel... Dan kan ik het wel nou, iets leuker weer. We horen het wel bij, dan, bij Ronald. Dat is te kort op elkaar, man. Dat is voor de spam, hè? Dat ze het niet vol kennen spammen. Na. Remmen hier, jongens, hoor. Dit is gekke werk. Graag die woorden. What the fuck? Ja, en nu? Wat is dit? Daar moet je stream kijken. Ja, ik zie eentje stilstaan. Ik zie eentje doorrijden. Er zijn nu hier die stilstaan, maar kan je zien. Ja, maar ja, ik zie de stream kijken. Ja, ik ken niks meer. Mark, wat voor werk doe je? Ja, ik ben vrachtwagenchauffeur. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Moeten we je helpen, opa? Ja, probeer maar wat. Jezus. Danny, even naar achter. Zeg het maar, joh. Ik weet niet wat je wil doen. Het is aardig donker ook. Moet je proberen te draaien, Kelly? Ja, nee, dat moet niet. Moet niet. Ik zie het. Stop. Zet hem eens naast mij. Zet jij hem eens in het gras. Dat moet sowieso even in... draaien even. Nee, ik zit vast. Dat moet sowieso iemand licht geven ook. Even blijf staan, Danny. Zal ik hem afkoppelen? Nee. Oh, krijg je weer eigenlijk maar los te krijgen. Zet hem eens naast mij. Er moet sowieso even iemand licht komen brengen. Ja, ik kom eraan. Ik kom even met de licht erin. Oh, Lando is weg, jong. Ja. Ik heb tenminste een beetje ritten gaan rijden. Ik heb nu al 50 ritten, nu mijn 51ste rit. Vandaag. La. Atje, grapje voor de sfeer, voor de sfeer. Nou, met een grapje voor de sfeer. Is leuker. Als we zo moeten eindigen, jongens, dan stop ik, hoor. Echt.
Want als ik mij eigen moet af laten slepen... dan wordt het Isnabruk waarschijnlijk. Danny, blijf staan, blijf staan, blijf staan. Want dan zit je mijn klem. Als je geluk hebt, dan misschien wel een ding is naar Rutte. Ik denk het niet. Ja, als je een geluk hebt. Ja, Lira, kun je auto's even laden? Ga ik op escape? Als je escape onderaan, moet je je stands opslaan of laden en laden drukken, of weet ik niet. Weet je hoe ver dat geluidje is? Ja, een autosave doet hij om de zoveel TT, dus dan ben je gewoon een stukje terug. Ja, extra kilometer. Nou, hou maar op, ik doe wel wat Lando zeg, ja. Dan moet je hem niet annuleren en moet je ook geen F7 doen. Ben je gewoon een stukje terug. De escape onderaan, straks opslaan of laden. Ja, een autosave. Zo. 30 kilometer. Huh? Ga je alleen reuten? 30 kilometer ben ik bij jullie vandaan. Ik moet nog 152. En jullie 132. Dan zitten wij meer lekker in het gras neer. Misschien weer. Oh, wat? Het was groen en ik kreeg door en het wordt rood ofzo. Ik kan boeten. Ijzerke. Wauw. Ga je alleen uit. Oh, niet te ver, Danny. Je gaat je vast zitten daar. Zie je waar? Oh, man. Nou, fotootje donker. Altijd leuk. Komt daar een groen bolletje eigenlijk mee. Nou, laat ik niet weer dezelfde fout maken. Hè? Even afremmen. Even auto's even anders. Keuken even. Hij niet in mijn kont hangen jij? Ik heb er geen zin in, hè? Rijden. De fucking Volvo? Hoe moet je rokken misschien? Oh ja, deze. We gaan niet in de bocht in handen, of ik wel eens niet. Hier gelijk... Oh, rechts. Hier gelijk rechts. Mijn auto hangt wel als een ziekte, jongen. Hoe slaat dat toch? Heb je assen nog? Welke? Achter van je vrachtwagen? Nee. Maar nee, het kan niet raar. Wat je wil? Nou. Ik vind het wel mooi ofzo. Ik hij zie komt, zo. Hij gaat niet harder dan 40 omhoog, man. Hier. Ja, ik heb hem een keer eens vrij en dan naar voren, dan gaat hij ook. Ja, dan pakt hij hem op zijn versnelling omhoog. Ja, anders blijft hij hangen. Ja, het is ook niet gek. Stijging van 10% hier. Ja, er waren zeker zoekend bij hen. Rondonde. En het was straks gewoon een loop komt. Daar hoor je niet gek, Donald. Geluid via Discord en via YouTube. YouTube. En daar Ronald slaat. Ja, eigenlijk wel. Ja, Lidl. Jemig. Hier hebben we nog. In opstijg. Ja. Goed dat ik het weet. Ja, dit is hier ook al een keer van voorjaar toe geweest. Ja, klopt ja.
ai. Ja, de trailer hangt wel enorm. Die wordt niet vlog. Ja. Misschien van die de as omhoog. Nee. Raar. Ik moet zeggen, iedere bocht die hij maakt voor mijn neus zie ik hem zijn achterwielen in één keer omhoog gaan. Ja. Dan wil ik gewoon net zoals de. Even in de grond. Net zoals de lokale. Ik rijd niet eens hard, hè? 60. Ik ben er hard zat voor die trailer. Oeh, bijna botje. Rem het dan, oh wacht. Zou recht ook al rijden, waren we daar zo geweest? Ja, dan zal ik ook wel laten kijken, ja. Ik begin toch wel een beetje slaperig te worden. Ik ook, ja. Morgen 7 uur in Delft, yep, oké. Okay. Was geen goed idee, die tweede erbij. Nee, eigenlijk niet. Ik ga naar bed moeten gaan. It's ready to turn right. Start. Oh, oh. Oh. Je gaat hem heel hard, Kelly. Hij is ook nog gekiept. Je gaat hem met je heel hard. Hij is geskipt. Wie? Die rijdt. Die rijdt er weer. Wat? Kelly is gekanteld. Oh Kelly, ja. Hij is ook gevallen naar beneden. Ja, maar net als ik heel. Kelly aan het volgen op de map en nu weer Leroy en ik was aan het missen. Ben je gekanteld, Pik? Ja? Hij is in die bocht, is hij eruit gedonderd. Hoe kan dat nou? Ja, ik ben chauffeur of weet niet in. Ik ben over de reling heen gegaan. Kijk, Lero gaat draaien. En nou? Hier is gedraaid. Ik zie geen zak. Nou, ligt die. Ik loop eruit, Tom, hoor. Een lampje. Nee, nou, laat je dan maar afslepen. Innsbruck. Nee, doe ook een autosave, Kelly. Ja, autosave, Kelly. Oh. Niet is dat gewoon de oplossing? Optie. Nee, opslaan aan laden. Ja, daar rij ik wel door hoor, die 50 opslaan, kilometer. Opslaan aan laden. En dan neem je gewoon de aller. Dus doe je autosave. Vink je aan. Oh. Ja. En dan neem je gewoon de laatste, de eerst bovenste, de meest bovenste. De bovenste. Ja, daar rij ik wel door hoor, die 50 kilometer. Nee. Ik denk dat jij toch hier naartoe gebracht wordt. Nee, dat is geen repair normaal. Nee, maar ik heb er een autosave. Die autosave is kort. Godverdomme, 11. Hoeveel moet je nog? 11. Nou. Waar jij net opgepikt hebt bij die. Oh, ik ben er 10%. Je moet hier zachtjes rijden, jongens. Ja, dan kom ik net achter. Gewoon een rood licht aanzetten, zie ik iets meer. Ja, onder andere ook. Een dikke mixer draaien, joh. Nee. Ik doe er echt als verdwijnen, ja. Die volgende bocht zo meteen ook hier, hoor. Hè? Die volgende bocht moet ook zachtjes erin gaan, zo meteen. Ja, ik ga alle bochten zachtjes door. Ja, dat heeft van geen nut. Ik heb hem gewoon op 50 staan en dan zo meteen laat ik die gas los. En dan ga ik mooi met 30 er doorheen. Zeg wat je doet, want ik ruik op 50. Gas los. Ah, kut. Beetje bijgassen en hier bij dat bord van 30 weer los. Moet je nog iets van de Lidl hebben? Nee. Die kill ik pas hier. Dan hier omhoog weer gas geven. Ja. Jezus, kan hier gewoon geen normale bot nemen. Tot een beetje klein, ik sta bij de NSO al 3 keer. Klein. Los. Ik
vraag me lekker af dat die gasten eigenlijk moesten, joh, in de stream. Wat ze wilden. Ja, ze is steeds live, hè? Ja, goed. Kan wel entertainment willen. Bedankt voor de tip of zo, want die doof wordt. Ja. Dat is de tip die we van mezelf hebben, dus. Nou, die tip dus niet te snel door de bocht moest gaan, nou ja. Hier naar rechts, Danny. Komt gewoon. Remmen, want dat is een klote bocht. Ja. Ik heb vandaag zo weer genomen naar 70, joh. Ja, maar deze gaat perfect, joh. Kun je hem even uitrollen naar boven en dan geef ik gas. Nou jongens, wij zijn er. Mooi. Afsluiten die aandeel. Even kijken hoor, even kijken hoor, Danny. Waar moet je naar de Lidl? Nou, maar nog moet je links, dus eerst moet je gewoon rechtdoor rijden. Naar rechts en dan moet je hem daar achteruit de Lidl opsteken. Helemaal achteraan moet je het lossen normaal. Zover ik weet, van de route. Nee, ik rijd toch. Welk bedrijf moesten we nou lossen? Ja, ja. Lidl toch? De Lidl. Niet? Oh, de Lidl. IKEA kan niet, IKEA is er niet. Ja, sorry. Even kijken. Wakker worden dan niet. Wel de Lidl. Maar hij zegt dan dat ik terug moet ofzo. Nee, je moet rechtdoor, dan rechts op het einde en dan moet je achteruit de Lidl op. Maar je GPS kan soms verkeerd zijn hoor. Oh ja, inderdaad, ja, je moet hier achter door het hek heen. Ja, er achteruit op hoor, voor het niet lukken hoor. Ja, echt wel. Nee. Zeker wel. Zeker niet. Ga de stream kijken, nu. Ik ben nou vooruit de Lidl ingereden. Dan hebben we gezien dat je ervoor het ook weer bij de vorige kant parkeren. Oh ja, dat is ook waar je speelt multiplayer, er staan geen auto's. Wauw, ik ga er normaal naartoe in singleplayer, er staan er allemaal auto's. Wauw. Hier gooi weer gelijk. Ja, nou probeer het dan maar een singleplayer voor je erin te geraken. Nee, je had het over hier. Oh, je bedoelt deze Kelly. Hoppa. Nou, 22A niet vergeten, hè? Danny. Danny. Ah? Niet vergeten, hè? Boete aanzetten. Ah, joh, die staan al aan. Wedden. Die van meesten denk ik wel maar af. Hier heb je Leroy. Ja? Oh, is geen non-collision hier? Je hebt 22, 27. Hé, hey, het is geen non-collision hier. Oh. Gaat het lossen? Grapje voor de zin, voor de zin. Grapje voor de zin. Bam, daar tegen jou op stream. Oh. Zo, kijkers, dat was het ritje voor vandaag. We hadden vandaag twee ritjes, omdat we met de eerste al om 9 uur klaar waren. De tweede rit duurde eigenlijk iets langer dan dat ik gehoopt had. Dus je hoorde Kelly net al zeggen, ik begin wel een beetje slaperig te worden. Dat geldt voor mij ook. Dus ik hoop dat jullie allemaal even het duimpje omhoog doen. En als je nog niet geabonneerd bent, is het sowieso gratis om even te abonneren. Ik hoop jullie bij de volgende video's weer te zien. Dankjewel voor het kijken.